is ook een unieke, hele beroemde kunstenaar van de Nouveau Realisten. Een Zwitserse kunstenaar, die maakte hele grote tafels van 3 bij 4 meter. En dan zaten ze te eten met een groepje mensen, met beroemdheden, vrienden, kunstenaars, artiesten. En dan op een gegeven moment had hij al die borden, moest je stoppen, fixeerde hij het. En dan mocht er niet meer van gegeten worden, na de kamer daarnaast voor een dessert. En die maakte die tafels als kunst en die werden aan de wand gehangen. Ik zeg, Daniel, kun je niet een leuk klein werkje maken voor ons museum? Want ik heb zulke handen, dat kun je je niet voorstellen. Hij zei, ja, zeg, sorry, ik wil het graag voor je doen. Maar kijk, met die handen. En ik heb dat spul niet. Ik zeg, dat is zo opgelost. En om de hoek bij de galerie is een beetje alternatieve gekke speelgoedwinkel. Ik zeg, loop maar even met hem mee. Dus we gaan in die winkel, hebben we allemaal, nou wat je hier dus ziet, bordje, pannetje, mesje, servetje, fruit, kaarsenstandaard, stukje worst. En de volgende morgen kwam je bij de opening op een zaterdag. En toen kwam hij heel trots binnen en zegt hij, alsjeblieft, dat heb je toch gemaakt, ondanks de grote handen. Maar je ziet hoe vernuftigend het allemaal klopt, een bordje, koppie, kannetje, een croissant, alles zit erin. Leuk hè?